Oh my god, mensen. Vandaag is het maandag. Dus zeg we. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pipipi. Wow. Oh, dit noemt. Het lukt hier in mijn. Ja, nieuwe dag, nieuwe vlog. Vandaag gaat het heel plezant worden. Waarom gaat het heel plezant worden? Waarom gaat het heel plezant worden? Nu volgende week zondag. Nee, eigenlijk van de week zondag. Dus nu zondag dat komt. Oh my god, ik kan wel niet meer babbelen. Nu zondag dat komt is het Vadertjesdag. Maar vandaag is het maandag. 6 juni. En we gaan vandaag al naar mijn pa gaan voor Vadertjesdag. Waarom? We gaan hem een keer verrassen vandaag. Vandaag gaat echt de max van de dag worden. Want we gaan iets doen dat voor hem overdreven de max gaat zijn. Ik kijk er ook naar uit. Anouk kijkt er naar uit. Dus, wat gaan we doen? Ik heb voor hem een t-shirt gekocht van Kiss. Dat is een hardrock, of nee, een rockband van het jaren 80, 90. Ja, 80, zoiets. En die treden op vanavond in het Sportpaleis in Antwerpen. Dus ik heb ook een Kiss taart gekocht. Maar M weet dus van niks. Dus we gaan naar daar gaan. We gaan die t-shirt afgeven. We gaan die taart opeten. Bla, bla, bla. En dan een klein beetje voordat we gaan vertrekken, gaan we dus de tickets geven. Gaan we dus zeggen dat we naar het concert gaan kijken. Het allerlaatste concert in België. Want ze zijn nu bezig met de final tour of zoiets. Dus ze zijn overal de laatste concerten aan het geven over heel de wereld. Dus dat gaan wij nu doen. We gaan ongeveer 3 uur 30 gaan we vertrekken. 3 uur 30, 4 uur gaan we vertrekken. Want kwart na 6 gaan de deuren open. En het is dan eerst nog een voorprogramma, bla bla bla. We gaan het wel allemaal zien. Dus dat gaat echt de max worden. En ik kijk uit naar zijn reactie als hij gaat weten dat we naar Kiss gaan kijken. Want mijn pa is een grote fan van Kiss. Goed, oké, let's go. Yo. Voilà, die mensen. En ondertussen zijn we dus weer toegekomen bij mijn vader. En bij mijn moeder. Hey! Hey! Voilà. En we zijn hier. Dat zijn broeken, dat is de biet van. Ja, je hebt een beetje werk. Dus ik heb allemaal broeken. Broeken mee. Voor in te leggen. Hij mocht dat allemaal doen voor mij. En blij dat ze is. Voilà. Allee. Dus we zijn hier voor Vadertjesdag. Ah ja. Want volgende week kunnen we niet. Dus daarom zijn we expres gekomen. En wij kunnen ook niet. Want wij gaan naar de rommelmarkt. Op zondag 12 juni. Naar Ramskapelle. Allen daarheen. Naast Nieuwpoort. Yeah. Oké. Okay. En voilà. Dus, we zijn hier voor Vadertjesdag, dus dat wil zeggen, tijd voor een cadeautje. Als dat aardje toe? Ja. Ja, ja. Oké. Ja, ja. Ja. Allee. Allee. Tijd voor een cadeautje. Voilà. Dus, wat is het cadeautje? Daar. Ja. Oh. Voilà. Cadeautjes tijd. Goed, hè? Allee. Ja, Oeh, wat? Ja. Goed, dat Het is wel misschien een beetje te groot, maar ja. Bij sneeuw, misschien. Maar niet veel te groot. Mijn zuurbeerskassen. Schoon, hè? En die t-shirt is een laatste nieuw, want het is van de final tour ever. Dus ze zijn nu bezig, over heel de wereld zijn ze al de laatste tour aan het doen. Wist je dat, of niet? Nee, ik weet dat niet. Maar dat is de end of the road tour. En dat is, ja, dat is het laatste nieuwe. Voilà, goed, hè? Is het nog een ticket even er naartoe te gaan zien optreden? Ja, ja, dat zou wel goed zijn. Ik heb al een tijd gezien, hè. Is het waar? Maar ja, maar allee, toon het een keer.
Wacht, we kennen hem. Allee. Wat heb je nou aan de hand? Ach, weet ik dan niet wat je aan de hand? Tiki voor te gaan kijken, zeker? Bobby. Het zal misschien nog een beetje bij dat een beetje gaan kruimen. Ja, dat zal wel goed zijn. Waar het omgekeerd was. Ja. Wat je groter besteld, voor het geval van. Zeg jij nou aan het doen? Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Ja, dus ondertussen zal ik mijn... Ondertussen zal ik mijn vlog wel vullen met reclame. Wil je een nieuwe tv kopen? Koop dan Panasonic. Want Panasonic is echt goed. Haha. Tit. Ah, reclame is gedaan. Ah. Het al een t-shirt van Kees. Die hangt te dromen. Hoeveel t-shirts zijn ze van Kees? Oh. Ah, en nog een t-shirt. Ja, jongen. Bobby, het zit op. Oh. Ah. Oh. Goed, hè? Ah. Allee. Ik ben van de week nog aan, of van die was, wel van de week nog aan afgelopen. Ja, van daar één keer op het. I was made for loving you, baby. Ja, man. Oké. Hé, en we nog een cadeautje mee, hè? Ja. Voilà. Ik dan een keer torten. Maar dat is niet voor mij, het is voor Ken. Hoe zeg je? Hola! Malle! No milk today, my love is gone away! Schoon, hè? Allee? Wij zijn? Hey! Gelukkige verjaardag staat erop. Ja, ik ga zeggen dat voor vaderkens daar. Dus, aan de mensen van Baguette, als ik zeg dat het voor vadertjesdag is, gelief geen gelukkige verjaardag op aantagen. Maar, alles is oké. Ja. Voilà. Mijn verjaardag is 26 april en nu zijn we 6 juni. Dus met andere woorden, wilt u een kaartje sturen voor zijn verjaardag? Doe dat volgend jaar. Ja, voilà. Allee, gaan we een beetje taart eten, hè? Oh, zeer. Allee, we gaan een toortje eten. Let's go. Voilà, we zijn weer lekker taartje aan het eten. Dat is lekker, hè? Oh, zeker. Ja, dat is super. Goed, hè? Jammer. Dus, mijn pa, ga je vlug een keer een klein verhaaltje vertellen, want jij is dus ooit al naar Kiss geweest gaan kijken. Voilà, allé. En in wat jaar was dat, hè? Zeg het, kimmatje. In die jaren. Ja, dat is de jaren 70, hè? Ja, begin de jaren 70. En wat was dat? En dat was in First National, Brussel. First National. First National, dat is dat... Wat is voetbal? Nee. Nee, dat is Boudewijnstadion. Ja. En dat is een van de draaischuurste optredens dat je kunt gezien hebben. Ja. Dat is op nummer 1, 2 en 3. En dat is sowieso Alice Cooper. Hm? Ja, zeg maar. Kiss en Pink Floyd. Hmm. Ja, de prachtigste ding dat ik gezien heb, optredens. Echt de max. Heb je daar geen ding van, geen LP of zo? Maar ook wel. Hoeveel heb je er wel? Dat is 3 LP's, maar dubbel LP's. Ah. Ja, en van live optredens. Ja, echt de max. En het was nog, we zijn ook eens, en kijk. We woonden heel speciaal. En met wie zijn dat dan naartoe geweest? Met Patrick, mijn eerste broer. En daar is een zang ook.
Wel, kijk maar, een verrassing. Patrick is hier! Wat is een verrassing, denk ik. Stel je voor. En daar zijn ze zeker. Woon ook eens! En zo'n lange pruik aan. Jij ook. Ik ga er niet tegen. Hey, weet je wat er de max is? Moet dat een keer open doen. Moet dat een keer open doen. Nee, echt waar. Moet dat een keer open doen. Dat is toch geen kiezen? Ja, maar ja, 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 het gaat niet alleen over, het gaat niet alleen over kiezen, ja. Moet ik erop doen? Ja, ik erop doen. Ja, jongens, amai. Wat? Maar ja, maar op doen. Wiet, sportpaleis. Wat daar, joh. Dus, wat is dat? Dan zie je een bril niet. Maar nou, maar dan blijf zitten. Blijf zitten, blijf zitten. Man, ja, maar blijf zitten. Oh. Dus. Weet je wat, hè? Ik had kijk eens aan. Vanavond gaan we naar Kiss gaan kijken. Maar ze treden op in Sportpaleis. Het is een beetje super, hè? Leuk het niet, misschien. Het is waar. En dit t-shirt is van Nadde en we gaan kijken. Dus moeten we een t-shirt aandoen en gaan we toch gaan kijken naar, naar Kiss, naar het Sportpaleis. Om 8 uur beginnen ze. Ja, goed gepakt. Ja, dat is waar. Hè? Ja, dat is waar. Ik weet dat ook. Hé, ik en Anouk. Dat is de reden waarom we niet kunnen barbecuen. Daarom kunnen we niet barbecuen en dan de bloemenmarkt gaan en naar... boter en kaasfeest, hè? Oh, ah ja, kijk ze. Om, binnen een goede uur gaan vertrekken. En om 8 uur spelen ze. Maar om 6:15 gaan de deuren open. Maar het is toch eerst nog een voorprogramma. Weet ik veel allemaal. Het is de laatste keer dat ze gaan optreden. En oh, kijk. Vanavond. Niet mee. Het is in het middenplein dat we staan. Allee, op staanplaatsen in het midden. Juist voor het podium. Om waar we eens gekeken is, toen we op de derde rij, en dat is echt gebeurd, op de derde rij aan het podium, en James Simon nam zijn micro en deed zo naar ons. En wat we aan het zeggen, en de volgende verrassing is, ja, maar ja, luister, nu staan we op de derde rij, maar van achter. Wat zijn we graag? Ja, het was maar 5 euro voor een ticket, hè. Oh, allee, is het goed? Oh. Ja. Oh. Dus binnen een goed uurtje zijn we weg. Dat zou niet goed was. Oh. Ze dus... Kijk, we moeten net vlechten, nee, wat dat ja. Ah ja, hij baal voor barbecue te doen en dit en dat. We kunnen niet een barbecue doen, nou, we moeten naar daar. Oh. Het is de laatste keer dat ze optreden hier in België. Het ging eigenlijk al 2 jaar geleden, maar door corona is het uitgesteld geweest. En is nu. Dus hebben we nog gezien. En wat zei ik? Het valt graag geen ticket aan. Wel de drie. En wel de drie kijken naar elkaar. Zeg zo, zit! Die noemt. Ik was er wel weer wegsteken. Ja. Kijk, ik kan zeggen ook gewoon al. Ja. Het is maar vond, joh. Allee, is het goed? Makkelijk. Allee, salut, hè. Tot de biet, hè. Joe. Allee, de merchandise een keer aan het doen. Peten en al. Hey, santé, jongen. Oh. Pintje. Pintje. Oké. Pintje. Wat hij dat haalt. Ah, ja. Hey. Met vuur en vlam. Hola. Hola, Paula. Amai. In vuur en vlam. Een optredenke. Het zou wel de moeite zijn vanavond ook, zo'n pijs. Ja. Als dat de laatste ding is.
Allee. En toen ik je dat zing ook met zijn tongen. Ik dacht dat het iets spectaculairder ging zijn, maar alleen ja. Het is goed. Nu niet. Door de hoekie, daar is allemaal gekaatst natuurlijk. Ja, ja. Okay. Weet hij, ik heb vandaag een keer opgezocht liedjes dat ik van ken er twee. Van wat? Van Kees. Ah. Ken hij er veel eigenlijk? Ja, omdat je dat doet. Ik ken ook zomaar twee. Hij staat er zo'n hele avond. Voilà, zie je, ondertussen staan we hier high in the sky, tegen het plafond. Want mijn ma is hier mijn broeken aan het inleggen. Dat zijn allemaal broeken dat ik gekregen heb van onze lieve Fred, die dan niet meer moet aan. En ik zei, ja, geef ze maar aan mij. Er is er allemaal niks aan. Hé, het is juist een zoetje. Ja. Het is maar gewoon dat je het weet, ik sta altijd boven u. Ik sta boven iedereen. Amai. Is het goed? Nee, het wel. Ah. Goed dan, ik in de hele dag. Hoeveel broeken moet ik nog doen? Nog één. Nog één. Allee. Hoeveel lakken gedaan? Zes. Zes. Bobby. Sooi. Allee, zijn we weg, hè? Rustig, vader. We zijn kampioen. Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn we al in Antwerpen, zie. Met een daddy en Nanuki. Wanneer zus de parking gevonden voor 5 euro. Gelukkig niet zo ver ervan. We zijn gewoon hier een klein beetje rechtdoor en dan naar links. En we zijn er. Maar we gaan meestal kijken voor iets te eten. Want ik heb honger. Heb je ook honger? Ja. Ja, wel, ik ook. Dus we gaan eten. Geen Burger King, hè? Geen Burger King of een schetterij. Ja, hele zware, scherpe controle. Ik ben juist door de security gegaan. Hele zware controle. Ja. Tot op de blote poep. Het is Anouk die weer aan de drank zit. Jongens, het is Anouk die weer aan de drank zit. Dus, bij een concert hoort, pintje uit je beker. Ah, ja.
meer. Heb je excuses voor te drinken, Ruud? Zo simpel is het. Heb je altijd excuses voor te drinken? Maar ik heb dat heen niet eens. Dat is ook zo. Dus eerst is er een optreden van The New Roses. Ken je The New Roses? Nooit van hoor. Ik ook niet. En het is maar eigenlijk om 9 uur dat Kiss gaat beginnen spelen. Al is het om 10 uur. Here we are! Dat is maar 49 uur geleden dat ik ze een keer zien heb.
Voilà mensen, het concert is al een tijdje gedaan. We hebben mega lang in de file gestaan in Antwerpen. Ik weet niet waar we nu zijn. Ah, in Kalken. Maar we zijn echt allemaal mega onder. Het is al 1 uur s'nachts of zo. En tegen dan is dat 3 uur gaan zijn of zo tegen dan thuis zijn. Dus we gaan nu vlug iets kopen bij thee. Hè? We gaan vlug iets kopen bij thee. Ja. Ik trek thee. Hopla, baaf. Voilà, die mensen. En ondertussen is het 3:15 s'nachts. Ik ben gewoon kapot. Anouk is ook kapot. We zijn echt mega lang in de file gestaan aan de Kennedy Tunnel in Antwerpen. Echt overdreven. Het was zo lastig. Op een gegeven moment kost ik niet meer rijden. Ik heb gezegd tegen Anouk, hij moet even rijden. We zitten dan nog iets gestopt voor te eten. En dan hebben we mijn pa nog naar huis gevoerd van Antwerpen naar Veurne. En dan is het nog van Veurne naar Roeselaar, is ook nog een uur rijden. Dus we zijn, ja, het is nu 3:15 en we zijn gewoon echt overdreven kapot. En het test van alles, dat Anouk om 5:00 moet opstaan. Dat is nog het test van alles. Dat is nog minder dan 2:00 moest ze opstaan voor te gaan werken. En ik heb de late shift, dus ik ga zo veel mogelijk proberen slapen. Ik ga misschien nog morgen vroeg een keer gaan wandelen met Nont. En dan ga ik direct weer in mijn bed kruipen tot maximum 11:45 middags. En dan ga ik gaan werken. Maar het gaat sowieso straks een mega overdreven lastige dag worden. Maar het was wel de max van de avond. Je hebt misschien wel veel clipjes gezien van wat we allemaal gezien hebben in het Sportpaleis van KISS. Maar het is wat het is. Dat is de vlog van vandaag. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe vlog. Salutjes hè. Yo. Dodo.